Het is bedacht weer op Pinkster tentoonstelling en we gaan er naar de nieuwe voorzitter, Wim Staal. Wim woont op de Bobbeldijk. Nee, te zeggen is het geen West-Fries van geboorte. Maar ja, die kan je vanzelf ook niks aan doen. Nou, Wim, mooi dat we hier even kunnen zitten, hier op de Bobbeldijk. En het is Loekertjes. We zitten peuten aan. En nou, ik wou wel eens wat weten over de nieuwe voorzitter van Opmeer. Ja, nou, nieuw ben ik niet helemaal meer natuurlijk, nee, dat zie je wel. Ik ben inmiddels ook een beetje gedateerd, 60 jaar. Dus dat betekent dat ik eventueel nog 6 jaar, als ik mijn best doe, daarvoor zou mogen gaan als voorzitter van Opmeer. De thanszittende voorzitter is ook inmiddels 66. En dan is het eigenlijk tijd dat je weer... qua leeftijd ruimte maakt voor een nieuwe voorzitter. Ja, dat hoor ik van Nico. Met 65 dan ga je ruitereren. En nou heb ik ook wel deur dat jij geniezen weet wat ruitereren is. Want je komt van onver, zeggen ze dan. Ja. Geen West-Fries. Geen West-Fries, maar ik woon hier al een dik 40 jaar, bijna 41 jaar. Kom aan de andere kant van Amsterdam vandaan. En dat is ook nog Noord-Holland. Ja, maar zoals ik West-Fries praat, dat kan je dan wel pittig verstaan, zou ik meenen. Ik kan het verstaan en ik, door de jaren heen heb ik het ook allemaal goed begrepen. Oh ja, maar praten dat lukt nog niet, denk ik. Nou, dan hoor je natuurlijk wel een beetje een accent ertussen door dat het allemaal net niet is. Nee, dat probeer je dus... het ook maar niet. Nee, zo is het. Maar je vindt het niet erg als ik gewoon in het West-Fries doorga? Ik ben het gewend, want ik kom mensen tegen die alleen maar West-Fries kennen. Alleen nog maar. Alleen maar. Ja. Maar Wim, ik wou weten van hoe ben je nou voorzitter geworden? Zat jij al in het bestuur? Nee, ik zat helemaal niet in het bestuur van Opmeer. Ik was wel een... altijd een trouwe fan van Opmeer. Ik heb ook wel met koeien aan de keuring deelgenomen. Ik ben ook een paardenliefhebber. Ik heb ook wel eens met paarden daar gereden. Ik vind het altijd een ontzettend mooie dag. Een mooie agrarisch getinte dag. Ja. En ruim een jaar geleden is de voorzitter Nico Vriend bij me gekomen. Of ik erover wilde denken... om het voorzitterschap van hem op 3 augustus 2015 over te nemen. Oh ja, dus Nico kwam dit op om het jou te sluiten. En hoe kwam je daar dan? Ja, dat je zou denken, ze hadden toch wel een ander kunnen vragen dan hem zomaar. Dat zou je natuurlijk denken. Wou ik niet meteen bedoelen, maar hoe kwam je nou... Want ik neem aan dat Nico weet dat jij wel wat bestuurlijke ervaring hebt. Ik heb jaren in het bestuur van de zuivelcoöperatie gezeten van West-Friesland. Ja. Waterschapbestuur heb ik nog wel gezeten, diverse andere kleine bestuurtjes. En ik ben al jaren, ik denk al ook die 40 jaar dat ik hier woon... verbonden aan de toneelvereniging van Bobbeldijk. Bobbeldijk heeft nog steeds 2 bloeiende verenigingen. Die bestaan allebei een dikke 100 jaar. En dus de het is de toneelvereniging en de ijsvereniging. Oké. En heb je zelf ook gespeeld op toneel? Bijna elk jaar doe ik wel mee. En ik ben, ik denk een jaartje of 8 of zo, 10. Ik weet het niet precies... ben ik voorzitter van die club. Ja, ja. Dus ja, dan moet je ook regelmatig hier en daar je woordje even doen. En dat is voor mij eigenlijk niet zo'n probleem. Ja, maar nou is Nico hier geweest en die heeft het wel neerluid in het bestuur. Kenden ze jou allegaar? Nou, diverse mensen uit het bestuur ken ik. Dus ik neem aan dat zij mij dan ook kennen. Ja. En laten we wel zijn, als je dus...
een man als Nico Vriend neemt en je zegt we willen een soortgelijke opvolger hebben. Ja. Ik wil me dus niet gaan vergelijken met Nico Vriend, daar niet van. Maar Nico is een man die zit in de koeien, ja. Doet hier en daar zijn praatje, is een paardenliefhebber. Heeft ook bestuurlijke ervaring en als je natuurlijk in die vijver wil gaan vissen, is de vijver niet zo groot. Nee. Wat ik dan toch ook wel leuk vind, is nou toch al die koeien zo zien in buiten. Er zijn ook boeren die zeggen, nou nee hoor, ze komen bij mij die loopstal niet meer uit. Is dat nou gunstig? Sommigen die zweren erbij, die koeien moeten in buiten. Ja, het is natuurlijk net zoiets als dat wij hier zitten. Het is lekker weer. Ja. We hebben geen last van veel regen op dit moment. Geen last van een harde wind. Nee. Geen last van een scherpe zon. En nee. Dan vinden die koeien het ook prima buiten. Ja. Maar ja, we zeggen niet voor niks het oer-Hollandse weer. Dat wisselt nogal eens. En meest van tijd heb je dit weer dus niet. En dan is die koe, als je een goede, ruime, lichte, goed geventileerde stal hebt, die is dan net zo lief binnen. Ja, ja, ja dat heb ik wel eens meer gehoord. Daar hebben ze alles bij de hand, goed voer, ja. Water, schoon water. Ja, maar je kan je voorstellen, de burgers die vinden het toch wel leuk, al zien ze ze altijd met weer eens een koei op het land. Maar die burger die ziet dat vooral als hij met mooi weer langs fietst. Ja. En met slecht weer zie je die burger niet langs fietsen. Nee. Zeg, maar nog even op meer. Heb jij nou als nieuwe voorzitter, daar heb je misschien al over nagedacht, van nou ik ga het toch een beetje die kant op douwen of ik heb hele mooie nieuwe ideeën. Wat ik wel vaker zeg, die formule is gewoon goed. Ja. Maar mocht het zo zijn dat het publiek of deelnemers het op een bepaald gebied af laten weten, dan moet je natuurlijk met je bestuur de koppen bij elkaar. Waar gaat het niet goed? Waar zouden we moeten veranderen? Ja, ja, ja. Maar als die noodzaak er niet is, dan zie ik niet in om die formule te veranderen. Het is natuurlijk wel zo. Het bestaat een dikke 100 jaar, dus door die 100 jaar heen is het allemaal veranderd. Ja. Maar dat is meer een aanpassing aan de tijd. Ja, nieuwe tijd. Maar het is natuurlijk van op meer heel mooi dat, ja, ik zeg, heb het wel eens vaker gezegd, boeren, burgers en buitenlui, die ontmoeten elkaar daar op diverse soorten van gebied. Ja. Dat is uniek daar. Ja. Ja, al ben ik bij mensen, dan vraag ik altijd, nee, het mooiste West-Friese woord. Nou ben jij wel al niet zo verschrikkelijk van dat West-Fries, maar misschien heb je wel eens woorden hier hoor dat je denkt, nou, dat vind ik er wel zo verschrikkelijk leuk. Ja, zijn natuurlijk dat ik hier kwam wonen, had ik er wel diverse waar ik mij over verbaasde. Verbaasd heel erg. Echt waar. Ik kan er wel een paar noemen waar ik dus nu niet van opkijk, maar waar ik toen over nadacht van, waar heb je het over? En dat is? Nou ja, dan ging zo'n vrouw zomaar eens eventjes te flirten. Oh, te flirten? Ja. En dan, dan was er een dagje wat boodschappies en wat winkelen en zo. Yeah. Dus die was te flirten. Yeah. Maar ik weet ook wel dat ik jong was. Yeah. En ik was eens met een meisje weg geweest. Yeah. En je was ergens heen gereden. Yeah. Ben je mooi aan de reet geweest? Oh ja, 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 ja. Nou, waar ik vandaan kwam, had je daar weer heel andere gedachten over. Ja, ja, het scheelt ook veel je het schrijven natuurlijk. Ja, hè? Ja, 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 maar ben je mooi aan de reet geweest? Maar we gaan het padje weer inkorten, want jij moet er wel ook weer aan het werk. En dan zeg ik altijd tegen de kijkers, een aardige keer ben we bij aardemensen. Mensen.